Goedemorgen, ik ben onderweg naar yoga. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit was echt mindblowing. Ik heb nog niet gegeten, omdat we na yoga een ontbijt krijgen. Plus, ik heb een beetje begrepen dat het een soort van Indian way is. Of de juiste manier dat je yoga op een lege maag moet doen. Ik denk dat ik een yoga teacher training ga doen. Sowieso, dit is de allereerste keer in mijn leven. Ik ben het boek aan het lezen, Shantaram. En daarin heeft Lynn, zeg maar de hoofdrolspeler, heeft op een gegeven moment een soort van spiritual teacher. Waarin die allemaal vragen stelt van, weet je, hoe de universe in elkaar zit en zo. Dit is de allereerste keer dat ik iemand tegen ben gekomen. Aan wie ik ook vragen durf te stellen, zoals waarom bestaan er negatieve gevoelens als de universe perfect is, weet je wel, waarom hoort dat er dan bij? En het was echt crazy. We gaan nu eten met z'n allen en dit is de leraar, yoga teacher, Staji. En dit is Roberto van Spain. Hij is hier al 40 dagen of zo. Dus you also did yoga teacher training? I couldn't do the yoga teacher training. Ja. Hij heeft het dus ook gedaan. Kijk wat een lief en schattig banaantje ik krijg. Vet cute. Ik ben weer in mijn guesthouse en de stroom is uitgevallen. Moet je kijken, zelfs de ventilator doet het niet. Wifi doet het dus ook niet. Ik moet vanavond even gaan checken of ik hier een maand kan blijven. Eerlijk, weet je wat het is? Ik wilde naar Rishikesh om in zo'n ashram te zitten. Maar Rishikesh is een beetje, zeg maar, ja, hoe zeg je dat? Een beetje hype plek, net als Ubud in Bali. Waar gewoon heel veel mensen komen om een soort van spirituele zoektochten voor te zetten of te voltooien of whatever. Maar hier, het is zo chill. Ik vond sowieso Kochi zo chill, zo relaxed. Het weer is awesome. Het is hartstikke lekker warm. In Rishikesh is het koud. Dus ik dacht, weet je, als ik hier al gewoon mijn yoga experience kan krijgen en ook nog heel veel dingen, spirituele dingen kan leren, waarom zou ik dan niet hier blijven? En nu ga ik gewoon chill, een boekje lezen en chillen, want ik heb geen haast. Oh, super chill. Ik heb net een dutje gedaan. Het is 2:10. Nou, het is eigenlijk 2 uur. Deze klok klopt voor. En nu lekker eten. Het betekent ook dat de vlogs misschien ook... Ja, ik weet niet of jullie het heel spannend vinden als ik zeg maar een maand lang in één plek ben. Of dat jullie het juist heel leuk vinden om te kijken wat er dan bij zo'n teacher, yoga teacher training komt kijken. Laat even weten in de comments wat jullie graag zouden willen. Ik vlog gewoon eventjes door en dan zodra ik weet wat jullie heel graag zouden willen, dan laat me even weten. Had ik al gezegd dat ik clean eten heb opgegeven in India? I just can't. Kijk nou hoe lekker. Trouwens, dat je yoga teacher dus yoga lerares training gaat doen, betekent niet per se dat je daarna les gaat geven. Ik doe nu ongeveer 2 jaar yoga. En ik heb de laatste 4-5 maanden heb ik het niet echt gedaan. Maar, dus ik, ja, sorry, ik voel me echt nog een groentje als ik van mensen hoor die het echt al 20 jaar doen en zo. Ik heb hier 3 soorten curry's. Dat is een soort van dal, geloof ik. Raita. Een soort van roti's en rijst. Oh, this deliciousness. Ja, ik wil gewoon kijken wat het me brengt. Want vanochtend was zo'n positieve ervaring. Ik dacht echt van, ja, sorry, maar dit gaat mijn leven echt zoveel beter maken. Dus daarom doe ik het. Lol, dit is de status van een stoplicht hier. Een versiering. Een kunstwerk, hoe je het ook wil noemen. De grote weg is daar. En het staat hier maar. Gewoon te staan zonder verder een boeiend doel of zo. Kijk hoe mooi dit huis is. Met al dat groen. En hier heb je ook nog paars. En die versieringjes bij de trap. Hier ook nog geel. I love it. Dit geeft me, die kleuren, dat geeft me echt het gevoel dat ik in India ben. Ik ga nu weer terug naar mijn homestay. Ik heb vandaag oprecht gewoon zin om te chillen en gewoon een boekje te lezen. Kijk hoe groen het hier is. Overal, ja, ik weet niet of het echt in het zuiden is dat het zo groen is. Maar dat had ik op de een of andere manier gewoon niet verwacht. Later ga ik weer bij de yoga-leraar eten. Kijk dit huis. Kijk nou. Vet leuk. En dan gaan we deze kant op. Om het hoekje zit mijn homestay. Ik ga je een van deze dagen ga ik je even een rondleidingje geven door mijn buurt. Want het is ook wel echt heel cute. Daar mooie bloemies zijn een beetje aan het doodgaan. Hier zo gaan we in.
Hallo. Dat was het. Dat is de opa binnen het gezin waar ik verblijf. En dan is hier de verblijfsplek. Immanuel Homestay. Superplek is het. En ik ben weer terug bij Sanji's huis om te eten. Oh my god. Hallo Roberto. Dit is zijn verblijfsplek. Yo, dat ziet er echt heel tof uit. Moet je kijken. Wacht, ik moet even uitzoomen. Het ziet er zo Indian uit. Kijk die deuren. I love this. Dit is echt heel vet. Misschien ga ik hier ook verblijven als ik bij mijn huidige guesthouse niet kan blijven. Yes, ik kan hier blijven. Ik heb zelfs korting op mijn kamer gekregen omdat ik hier 30 dagen blijf. Ik heb daarvan een beetje onderhandeld. Ik ben zo blij. Dit gaat gewoon gebeuren. Ik ga gewoon een yoga teacher training doen. Ik blijf hier een maand wonen. Ik woon hier gewoon. Ik woon in India voor een maand. Ook nooit gedacht dat ik dat zou zeggen. Oh my god, ik ga echt zo stuk. Om de responses op hoe ik de KitKat eet en de Japanse snoepvideo. Ik hou van jullie OCD-trekjes. Het is gewoon te grappig. Ik dacht dat het kon met een mini. I'm sorry. Ik vind het oprecht echt heel grappig. Ik zal het nooit meer doen voor de OCD-mensen. Oh, trouwens, misschien vind je het leuk om te horen welke mind-blowing les ik vandaag van mijn yoga teacher had geleerd. In het kort, er wordt heel vaak gezegd in de spirituele wereld dat alles om ons heen een illusie is. Alles wat jij ziet, dat bestaat eigenlijk niet. We zien het, maar het is niet zo. En ik snapte dat nooit. Ik had het zo vaak gehoord in spirituele boeken en bla bla. En vandaag legde hij dus uit. En het is eigenlijk heel simpel. Want bijvoorbeeld de bloem die jij ziet, of laten we even het waterflesje als voorbeeld nemen. Jij ziet een waterflesje, maar eigenlijk zijn het gewoon allemaal... Het is een samenstelling van een aantal chemische stoffen waardoor dit flesje wordt gevormd. En scheikundigen onder ons die zullen denken, ja, dat klopt. Maar voor gewone leken die zich niet heel veel bezighouden met scheikunde, is dit zeg maar een soort van, misschien iets nieuws. Want dit flesje, de bouwstenen waaruit het bestaat, je kan het je zo voorstellen dat zeg maar vroeger speelde je met Lego en dan maakte je een huisje. Maar het huisje bestond alleen maar omdat jij die Lego blokjes in een bepaalde vorm op elkaar had gezet. Maar als jij daarop drukte en daar iets anders van maakte, dan was het natuurlijk een andere vorm. En daarom zeggen ze heel vaak in de spirituele wereld van alles wat je ziet is een illusie, zelfs ons lichaam. Want het zijn Lego blokjes die bij elkaar zijn gezet. En waarom is het boeiend om te weten dat dit een illusie is? Omdat jij, jouw lichaam, dit, is ook een illusie. En alles waar je druk om maakt en ja, misschien ook van hout, dat is ook een illusie. Dus het is een manier, het is een soort ontwaking om weer een hoger bewustzijn te creëren. Ik vond het super interessant om erover te horen en misschien vind jij het ook interessant. Misschien heb je zelf ook vragen voor mijn yoga teacher. Kan ik ze natuurlijk ook wat stellen. Stel ze hieronder in comments en als er genoeg zijn en als ik goede antwoorden heb, dan kan ik er misschien een aparte Q&A video over maken. Misschien wil hij zelf samen een video opnemen. Hij vond het wel heel erg leuk dat ik vandaag filmde, dus wie weet. Dit is echt zo'n vet verhaal. Dit is gewoon zijn keuken, zijn plek. Hij heeft hier 3 kamers. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Als je het wel hebt gedaan, dat zie ik je morgen weer. Wel trusten.